Dames en heren, van harte welkom bij dit webinar van Romea. Mijn naam is Rick Bruins en samen met mijn collega Marijn Beekman ga ik u meer vertellen over de Elga Ace, de hybride warmtepomp van Romea. Voordat we dat gaan doen, wil ik graag een paar huishoudelijke dingetjes met u doornemen. U kunt vragen stellen in de chat, maak er ook alsjeblieft gebruik van. Er zit een team van deskundigen klaar om al uw vragen te beantwoorden. Uw vragen zijn alleen voor u te zien. Dus vragen van anderen ziet u niet. En dat betekent dat ook uw vragen niet door anderen gelezen zullen worden. Ik zou het ook leuk vinden als u uw mening geeft in de poll. Hè. Vindt u het goed? Laat dat vooral weten. Maar nog belangrijker, ziet u potentie tot verbetering? Ja, dan horen wij dat natuurlijk echt heel erg graag van u. Wat gaan we doen? Ik ga nog een korte herhaling geven van het webinar van vorige week, waar we stil hebben gestaan bij de toepassing van hybride warmtepompen. En daarna zal mijn collega Marijn verder stil zijn bij de techniek van de Elga Ace, de aandachtspunten bij de installatie van de Elga Ace, de inbedrijfstelling. En we zullen afsluiten met een samenvatting van hetgeen vandaag gepresenteerd is. U kunt meeschrijven, maar dat hoeft niet, want de presentatie wordt u thuis gestuurd per e-mail na afloop van dit webinar. Zoals ik al zei, vorige week hebben we ook een webinar gehouden. Daar hebben we stilgestaan bij de toepassing van hybride warmtepompen in zijn algemeenheid. En toen hebben we ook geconstateerd dat er verschillende wegen zijn die naar duurzaamheid leiden. En wij zijn er ook van overtuigd als Romea dat we deze wegen nodig zullen hebben om Nederland te verduurzamen. En dat betekent dat wij ervan overtuigd zijn dat een deel van Nederland nog met gasvormige energiebronnen verwarmd zal worden in de toekomst. Een deel met elektriciteit, een deel met warmtepompen, maar dus ook een deel met die combinatie van verschillende soorten. Nou, waar lopen we dan tegenaan? Nou, in 2050 hebben we als doelstelling om Nederland CO2-neutraal te verwarmen. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat 85% van de gebouwen die in 2050 verwarmd en duurzaam moeten zijn, dat die nu al bestaan. Dus we moeten ons heel erg richten op die bestaande woningbouw. Nu kun je natuurlijk die bestaande woningen enorm gaan verbouwen en ontzettend goed gaan isoleren om die gasloos te maken. Maar goed, je kunt ook die woningen matig isoleren om vervolgens met hybride oplossingen ze toch CO2-neutraal te krijgen in de toekomst. We moeten daarvoor wel de kennis hebben en vandaar ook dit webinar. We moeten weten wat we moeten doen en we moeten de goede argumenten hebben om onze klanten te overtuigen dat de oplossing die wij ze bieden, dat dat een goede oplossing is. Waarbij we ook moeten tegengaan dat we niet met afwachtende consumenten te maken krijgen. Die zeggen, nou weet je wat, ik doe maar even niets. Ik wacht wel tot we een paar jaar verder zijn en zie dan wel wat we gaan doen. Nog even dan over die waarom hybride, waar we vorige week ook bij stil hebben gestaan. U ziet hier voor u een grafiekje waarbij de gasconsumptie per huishouden geplot staat ten opzichte van het jaartal. En wat u hier ziet is dat in het jaar 1990 we per huishouden gemiddeld ongeveer 1800 kuub gas gebruikten. En dat is langzaam gedaald naar een hoeveelheid van ongeveer 1100 tot 1200 kuub gas nu. Dat komt omdat we veel betere verwarmingstoestellen hebben dan in het jaar 1990. Dat de woningen beter geïsoleerd zijn gemiddeld. Maar ook dat het klimaat wat verwarmd is sinds de jaren 90. En ik denk als we niets doen dat het gasgebruik nog verder zal dalen, want de technologieën van de warmtevoorzieningen die worden nog steeds beter. Ik denk ook dat het klimaat nog wel wat zal verwarmen de komende jaren. Dus de gasconsumptie zal dalen. Maar stel nu dat we alle met gas verwarmde woningen ombouwen naar hybride systemen, dan wordt het gasgebruik ongeveer gehalveerd. Dat hebben we vorige week ook gezien, dat de toepassing van hybride leidt tot ongeveer halvering van het gasgebruik. Nou, wat is daar nu het voordeel van? Nou, voor de consument natuurlijk een enorme besparing op de energierekening. Maar voor de BV Nederland in één keer de potentie om de hoeveelheid gas die we in de toekomst nog nodig hebben, om die op een duurzame manier op te wekken. En daarbij kun je denken aan de toepassing van waterstof in de toekomst, maar ook aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld biogas. Met andere woorden, in 2050 is de benodigde hoeveelheid gas zo beperkt dat het heel veel mogelijkheden biedt om die hoeveelheid gas op een duurzame manier op te wekken. Dat is heel goed voor de toekomst van het gas in Nederland. Maar dat betekent ook dat de hybride warmtepomp niet een tussenoplossing is of een eerste stap in de richting van all electric. Maar dat de hybride warmtepomp echt een onderdeel is van de eindoplossing. Overigens, dat ziet u ook in deze grafiek, is de overheidsdoelstelling om in 2030 49% reductie te hebben ten aanzien van CO2-uitstoot. Als we nu langzaam maar zeker gaan overstappen op de toepassing van hybride warmtepompen, gaan we die doelstelling van de overheid moeiteloos realiseren. En nogmaals, belangrijk daarbij vind ik in ieder geval de opmerking
dat daarmee de hybride niet een tussenoplossing is of een tijdelijke oplossing, maar echt onderdeel van de eindoplossing, waarbij je dus niet je hele woning hoeft te verbouwen, maar dat je je installatietechniek afstemt op de ontwikkelingen van deze tijd en op de behoeften van de klant. Nou, wat zijn dan die voordelen van hybride? Ten eerste, het is een haalbare en eenvoudige oplossing. Een hybride systeem is in een dag geïnstalleerd en dat vraagt niet de hele verbouwing van de woning. Het is zeer betaalbaar vergeleken met een diepgaande renovatie van de woning en heeft daarmee ook een hele acceptabele terugverdientijd. Vaak praat je over een terugverdientijd van een periode van 6, 7 of 8 jaar. Daarmee is de toepassing van de hybride warmtepomp ook in één keer een hele realistische toepassing en dus heel erg klaar voor de toekomst. Vorige week hebben we ook gekeken voor welke woning een hybride warmtepomp dan geschikt is. En eigenlijk kan ik daar heel kort over zijn. Een hybride warmtepomp kan in vrijwel alle woningen toegepast worden. Dat wil zeggen, als er fysiek voldoende ruimte is om de binnenunit en de buitenunit te kunnen plaatsen. En ik moet natuurlijk de opmerking maken dat als je een woning hebt die zeer weinig gas gebruikt nu, dat de hybride warmtepomp zich wat lastiger laat terugverdienen. Maar voor elke woning met een gasgebruik, zeg nou boven de 1000 kuub, is een hybride warmtepomp een hele aantrekkelijke oplossing. Nou, dit wou ik u graag even meegeven voordat we beginnen met de techniek van de LHE's waar we het over gaan hebben. En mijn collega Marijn die zal u daar meer over vertellen. Nogmaals, stel uw vragen in de chat. In het beeldscherm wat u heeft kunt u deze vragen rustig stellen. En er zit dus een team van experts voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Ik geef nu graag het woord aan Marijn. Rick, dankjewel voor de goede inleiding. Ook namens mij, welkom allemaal. Mijn naam is inderdaad Marijn Beekman. Ik werk officieel nog bij Techneco, onderdeel van Remea inmiddels. En ken onder andere de oude LH erg goed. De nieuwe LH, LHE's, zoals we vandaag gaan behandelen, dat is allemaal nieuwe stof. Een aantal van jullie zullen ongetwijfeld de huidige LH al installeren. Misschien nog helemaal geen hybride warmtepompen installeren. Dus we gaan eigenlijk van begin tot eind gaan we door de installatie heen. Wat aandachtspunten zijn waar je op moet letten. En wat er vooral ook anders is bij deze LH ten opzichte van de vorige LH. De nieuwe norm in hybride warmtepompen. Wat maakt dat dan, hè, die nieuwe norm? Want er zitten een aantal dingen in die echt wel anders zijn dan anders. En die ook anders zijn dan de meeste andere warmtepompleveranciers doen. ELGA in eerste instantie staat vooral voor hybride. Het is een toestel wat echt als hybride ontwikkeld is. Dat wil zeggen dat hij altijd gebruik maakt van elektriciteit voor het warmtepompdeel en gas voor de gasketel. Hij heeft dus ook altijd een gasketel nodig. Mede bijvoorbeeld om zijn tapwater te verwarmen, want dat doet ELGA zelf niet. De huidige LH, zoals die nu nog verkocht wordt, heeft maar één vermogen. One size fits all. Maar we merkten ook dat er, zeker voor de wat grotere woningbouw, was het heel erg wenselijk om een wat groter vermogen erbij te krijgen voor de woningen die veel warmte verbruiken. Dus de LHE's is straks in twee vermogens. Een 4 kilowatt en een 6 kilowatt versie. Niet onbelangrijk, het is een split toestel. Dat betekent dat je F-gassen certificering nodig hebt om dat te mogen installeren. Daar komen we straks nog wel even op terug. En Rick gaf het zojuist al aan, hè. Je hebt in vrijwel iedere woning is eigenlijk een LHE plaats of een hybride warmtepomp plaats is eigenlijk wel mogelijk. Eén hele belangrijke kanttekening, en stond net ook op de vorige sheet, maximale aanvoertemperatuur van een systeem mag eigenlijk niet boven de 70 graden uitkomen. Komt hij dat wel, dan is dat enerzijds voor het toestel fysiek mogelijk een probleem. Anderzijds merken we ook dat als je helemaal boven die 70 graden nodig hebt, als het buiten min 10 is, ja, dat je eigenlijk niet zo heel goed je LH terugverdient. Hè? Dat de besparing ook te klein is en dat je te snel naar te hoge temperaturen toe moet en vervolgens dus de LH uit moet, omdat hij het niet kan bijbenen en de temperaturen die er gevraagd worden eigenlijk niet kan leveren. Kortom, als je met 80, 90 graden moet werken, adviseren we vooral om met gas te blijven werken en eerst een aantal andere stappen te nemen. Bijvoorbeeld het vergroten van je verwarmingsoppervlak of het isoleren van je woning, het plaatsen van dubbelglas, noem het allemaal maar op. Ga je eenmaal onder die 70 graden komen als het buiten min 10 is, ja, dan kun je prima met een hybride warmtepomp gaan werken. En kom je eenmaal onder de 50 graden aanvoertemperatuur, 55 misschien zelfs, dan zou je kunnen overwegen om naar all-electric over te stappen. En dan zien we dat vooral gebeurt bij nieuwbouwwoningen, die goed geïsoleerd zijn, die maximaal
35, 40 graden water nodig hebben, met vloerverwarmingwerken overal en geen radiatoren meer hebben. De ELGA-specificaties, er staat wel heel veel informatie nu op deze sheet. Het belangrijkste is, je ziet het verwarmingsvermogen staan bij 7 graden buitentemperatuur en 35 graden water. Dat zie je linksbovenaan staan. A7 staat voor air van 7 graden, buitenlucht van 7 graden en W 35 graden watertemperatuur. Daar zie je ook het rendement van de warmtepomp en het opgenomen elektrisch vermogen. Het zijn kleine vermogens, omdat ze, zoals Dick vorige week ook heeft uitgelegd, met een beta-factor kun je een vrij grote bijdrage leveren. Ondanks dat het vermogen van de warmtepomp klein is, kun je wel een grote aandeel van het totale warmtevraag op jaarbasis leveren. Nou, er staan een aantal andere specificaties, onder ook gewichten en dergelijke staan daarbij, bekabeling, noem het dan maar op. Dit komt uit de brochure, die wordt meegestuurd met de presentatie, is dan wat uitgebreider dan alleen dit lijstje. Die kun je rustig terugkijken, maar hier staan de belangrijkste op een rijtje. Kijken we dan naar de eigenschappen en de grootste voordelen van een LGA's, van een hybride warmtepomp. Dan zie je dat vooral een aantal zaken opvallen. Warmte tegen de laagste kosten, eenvoudig en snel te installeren, zoals Rick net ook al aangaf. Het is een optimale inzetbaarheid van warmtepomp en ketel. Het is een vertrouwd product, zeker voor de mensen die met Remea gewend zijn om te werken of die de oude Elga al kennen. Het is een compact toestel, dus zoals Rick net al zei, het moet fysiek wel kunnen. Dat zie je dat de Elga eigenlijk al in heel veel situaties geplaatst kan worden, juist omdat het zo'n compact toestel is. We gaan deze voordelen stapsgewijs doornemen. We gaan er een beetje kriskras doorheen, dus soms klopt de volgorde niet helemaal, maar we benadrukken iedere keer wel die voordelen weer in de presentatie. Te beginnen met, ik denk wel de belangrijkste voor een eindgebruiker, warmte tegen de laagste energiekosten. Want dat is uiteindelijk wel waar men vaak voor kiest. Men moet een investering doen, dus het is niet per se de laagste kost, want de investering gaat in dit geval voor de baat uit. Maar als die helemaal gedaan is en mensen kunnen op een wat lagere temperatuur stoken, dan merk je wel dat ze enkele honderden euro's ook per jaar zouden kunnen besparen. En dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste uitgangspunten van de LGA's geweest. Hij moet een goede inzet tonen over het hele bereik, over het hele stookseizoen en optimaal gebruik maken van die warmtepomp, want anders is die investering voor niks. In de regeling van de warmtepomp kun je een aantal andere zaken ook selecteren. Hier staat bovenaan staat energiekosten, maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld je Elga op primaire energie te laten schakelen. Dus ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk primaire energie gebruikt. Of te kiezen voor een CO2-uitstoot. Dus als je zegt, ik neem groene elektriciteit af en mijn CO2-uitstoot voor elektriciteit is nul. Ja, dan zou het kunnen betekenen dat je je Elga zoveel mogelijk laat draaien. En dat je daarvoor kiest om dus eigenlijk zo min mogelijk CO2-uitstoot. Dat levert jou dan misschien wel een minder grote kostenbesparing op. Want je krijgt echt een omslagpunt dat de Elga minder efficiënt wordt dan de ketel, bij lage buitentemperaturen en hoge watertemperaturen. Maar als je gaat voor duurzaam, dan kan CO2 wel een afweging voor je zijn. Onze ervaring is dat de meeste mensen toch voor die energiekosten gaan. En we vermoeden dus dat 90-95% van de Elga's wel ingesteld staat op energiekostenbesparing. Om jullie te helpen met het selecteren van de juiste Elga en om er ook voor te zorgen dat die energiekostenbesparing gehaald wordt, is het wel belangrijk dat die selectie goed gebeurt. En daarvoor zijn we bezig met een besparingstool, die zal binnen enkele weken verwacht ik wel online komen. Daarmee kunnen we enerzijds een kostenbesparing inschatten voor de situatie zoals die ingevuld wordt. En daarnaast geven we een advies over welke Elga we adviseren om te plaatsen. Dus of de Elga 4 of de Elga 6 in die situatie het beste past. Je zult zien in die besparingstool dat ze wel allebei genoemd worden. Maar dat we dus één duidelijk highlighten. En dat je van de ander ook kunt zien wat eventueel de consequentie is. Of die bijvoorbeeld wel meer energie bespaart, maar zich minder snel terugverdient. Dat kan best zijn. Alleen het kan heel goed zijn dat dan de terugverdientijd nog wel acceptabel is. Dus wellicht toch een overweging om voor een groter model te gaan dan voor een klein. Nou, dat kun je in de voorselectie doen. Als je dan helemaal een idee hebt van wat je graag wilt toepassen, dan hebben we voor de Remea dealers ook nog een selectietool, waarbij je gebruik kunt maken van eigenlijk het selecteren van de juiste binnen- en buitenunit, maar daarbij ook bijvoorbeeld de accessoires kunt selecteren en ervoor kunt zorgen dat je dus kunt zeggen, ik wil daar ook een opzendingsconstructie bij, of ik wil er graag een e-twist bij als ruimtethermostaat. Ik wil
nou, wellicht een ander filter gebruiken of ik wil een condenswoeler gebruiken omdat ik ga koelen. Nou, die zaken die zitten allemaal in die selectietool, die kun je maken en die helpt je ook om makkelijk een offerte te maken naar bijvoorbeeld een eindgebruiker. Of makkelijk je bestelling te kunnen doen bij Romea, omdat je alle artikelnummers al hebt en je verbonden bent met het systeem van Romea, om die bestelling te kunnen plaatsen. Dus die zaken die zitten er allemaal in, daar gaan we jullie bij helpen en die kunnen jullie ook gebruiken om dat soort zaken te doen. Dan de compactheid van het toestel. Het is ik denk zo'n beetje het kleinste toestel op de markt. We hebben hem hier eventjes naast een Terra Ace gezet, een van de compactste ketels die er op de markt is. Het gewicht staat er ook bij, de binnenunit weegt slechts 16 kilo. Hou wel in de gaten, hè, je moet nog wel een buitenunit bij. Hè. Dus die hangt alleen niet binnen, dus de Elga binnenunit, die moet je binnen kwijt kunnen. En die is dus 49 centimeter hoog, 27 centimeter breed en 22 centimeter diep. Kortom, je hebt al heel snel plek voor de Elga binnenunit om die kwijt te kunnen. Gaan we naar de installatie toe. Niet onbelangrijk, ik neem een slokje. Wat moet er geïnstalleerd worden? En dat hebben we in een plaatje neergezet. Het plaatje komt uit de handleiding. En van links naar rechts zie je eigenlijk de ketel. Hè, de bestaande ketel met onder het expansievat zie je hangen. En daarnaast staat binnen een stippellijn getekend de Elga zelf. De Elga binnenunit eigenlijk, moet ik zeggen. En met daarin een warmtewisselaar, een circulatiepomp en een open verdeler. Dat hebben we gedaan om ervoor te zorgen dat we alles makkelijk en goed kunnen aansluiten. Ga je wat verder naar rechts, dan zie je het afgiftsysteem. Je ziet de radiator getekend, een bypass leiding met een vierbelaste klep erin. En in de retourlijn zit zelfs nog een buffervat getekend. Hè. Dat komt later in deze presentatie nog terug wanneer dat wel of niet moet doen. En helemaal rechts hè, van dat muurtje zie je buiten ook nog de buitenunit staan. En zie je bij E de buitenvoeler hangen. Nou, het zijn allemaal zaken die, waar je rekening mee moet houden. Dit is een schematische weergave. Kijk die rustig nog eens een keertje terug. Of in de handleiding of in de presentatie. We hebben ook even op een rijtje gezet wat dat in woorden doet. Hè? Dus bijvoorbeeld dat je koude middelleidingen moet regelen als installateur. Dat je ervoor zorgt dat je een opstellingsconstructie hebt voor je buitenunit. Hè? Die moet of op een plat dak of op een schuin dak. Of komt die buiten op de grond staan. Daar kun je allemaal rekening mee houden. Het zorgt voor wat andere opstellingsconstructies. Je moet een voedingskabel regelen tussen de binnen- en de buitenunit. Net als bij de oude Elga wordt de buitenunit gevoed door de binnenunit. Het is een beetje raar, dat zijn mensen, zeker die in de koeltechniek zitten, zijn dat niet gewend. Maar het werkt wel makkelijk, want je hoeft dus maar één kabel te trekken tussen je binnen- en je buitenunit en geen twee kabels. Je moet een buitenvoeler ophangen, je moet de buitenvoeler bekabelen. De buitenvoeler zelf wordt meegeleverd, maar de kabel uiteraard die moet je trekken. Je moet een antenne installeren, die komt bij de binnenunit te hangen, zodat die online is, dat die op afstand ook storingen kan melden. Maar die moet je wel eventjes aansluiten en bekabelen. Die antenne wordt meegeleverd, uiteraard inclusief kabel, want dat sluit wel zo makkelijk aan in dit geval. Bij de buitenunit, we hadden net over de voedingskabel, moet je ook nog een werkschakelaar installeren. Die leveren we ook niet mee, dus daar moet je met je bestellingen wel rekening mee houden, met je offertes bijvoorbeeld. Dus dat zijn zaken waar je rekening mee moet houden. Hier nog een rijtje, met name voor de CV-leidingen bijvoorbeeld. Dus koppelingen, leidingwerk, dat soort zaken om het CV-leidingwerk aan te passen. Het merendeel van de meeste CV-installaties zullen allemaal wel met 22 mm dun wat nog staal gebouwd zijn. Daarom heeft de Elga ook aan de onderkant vier koperen aansluiting zitten met koper 22, om dat makkelijk te kunnen aansluiten. Er zitten geen koppelingen op, dus je kunt zelf kiezen of je daar wat voor koppelingen dan ook opzet, of dat je wil gaan solderen of klemmen of hoe je het ook maar wilt installeren. Aantal opties waar je rekening mee kunt houden. We leveren standaard een zeeffilter mee. Dat is met name om de wat grovere delen af te vangen. Bijvoorbeeld bramen of zandkorrels of dat soort zaken. Heb je een installatiewerk met veel magnetiet, of verwacht je dat in ieder geval, dan adviseer je om een magneetfilter te installeren voor de Elga en voor de ketel. Dus in de gezamenlijke retourleiding. Je moet er rekening mee houden of je wel of niet op een bepaalde manier wil gaan regelen. Dus of je een thermostaat plaatst, of dat je gebruik maakt van de thermostaat van de bewoner die er al hangt. Daar moet je van tevoren over nadenken. En dan moet je uiteraard dan ook de nodige eventueel bekabeling voor trekken. Uiteraard dat moet je van tevoren bepalen en in de offerte meenemen. Verder zaken als buffervat, bypass, condenswoeler, bijvoorbeeld als je gaat koelen, zijn belangrijke zaken. Maar die hangen samen met een aantal andere keuzes die je maakt. Daar komen we later nog op terug. Gaan we het wat verder in verdiepen zo. Dat is dit stukje eigenlijk vooral.
over ketels, thermostaten en afritssystemen. En ja, we hebben daar de Elga ook op een bepaalde manier opgebouwd. Een van onze belangrijkste argumenten is dat we met iedere ketel kunnen samenwerken. We leveren eigenlijk een Remea Elga Ace, maar als daar een Nefit ketel naast hangt of een Intergas, ja, dan kan die Elga daar prima mee samenwerken. We hebben daar bewust voor gekozen en we kunnen de ketel op een aantal manieren aansturen. De belangrijkste twee, degene die je echt veruit het meeste tegenkomt, hebben we hier op deze sheet staan. Via ketel aansturen via open term of via aan-uit. Dus de Elga kan iedere ketel aansturen. Onze voorkeur, en daarom staat die ook in het groen, is open term aansturing. Want als de Elga tegen de ketel kan zeggen via open term, we willen graag dat je warmte levert en we willen bijvoorbeeld dat je 45 graden water maakt of 55 graden maakt, dan reageert de ketel erop en dan gaat hij de warmte leveren zoals de Elga dat van hem vraagt. Als je een ketel aanstuurt met een aan-uitcontact, dan staat waarschijnlijk die ketel gewoon ingesteld op 70 graden aanvoertemperatuur. Dus op het moment dat je dan de Elga tegen de ketel zegt, ik heb warmte nodig, want ik red het niet in mijn eentje, dan gaat de ketel aan en die denkt, ja, ik moet 70 graden maken. Dus als dan je cv-water maar 40, 45, 50 graden is, dan denkt de ketel zo, dat is flink te koud, ik moet flink aan de bak. Dus die gaat daar met veel vermogen in om maar zo snel mogelijk naar die 70 graden toe te gaan. Want dat is hetgene waar die op ingesteld staat. En ja, met open term kun je dus zeggen van, ik wil niet die 70 graden hebben, maar ik hoef maar 50 graden te hebben, dus maak alsjeblieft 50 graden. Met aan-uit gaat dat niet. Dus onze voorkeur heeft duidelijk open term. Zoals je verderop zult zien in de presentatie zit er nog een aansluitschema van hoe dat dan zit. Daar staat ook 0 tot 10 volt bij. Dat is een optie die we heel erg weinig zien in de woningbouw. Maar die zit er wel in. Die zit dus wel op de regeling al geprogrammeerd. Die kun je instellen, maar zullen we verder vandaag weinig aandacht aan besteden. Wat je verder nog bij de binnenunit getekend ziet, voor de bovenkant van de binnenunit, daar staat een buitenvoerder getekend. Dat heeft te maken met de manier waarop de Elga regelt, en daar komen we zo meteen nog op terug. Maar iedere Elga heeft een eigen buitenvoerder nodig om goed te kunnen functioneren. Niet onbelangrijk, ja, hoe werkt dat systeem dan uiteindelijk samen? Hè? Want als je wil dat de ketel en de warmtepomp goed worden ingezet, dan wil je dus enerzijds dat de ketel heel goed wordt aangestuurd, maar eigenlijk wil je ook dat de warmtepomp goede informatie krijgt om daar niet een te hoge watertemperatuur bijvoorbeeld te maken. Dus aan de thermostaatkant van de Elga hebben we gezegd, nou, enerzijds hebben we een buitenvoeler om ervoor te zorgen dat we weersafhankelijk kunnen regelen. Het water wordt dan nooit warmer dan dat het echt nodig is op basis van buitentemperatuur. En anderzijds hebben we een aantal mogelijkheden om thermostaten te koppelen. Via het Airbus contact, dat is het Remea bus contact, daar kan de e-twist aan gekoppeld worden. Dat heeft de voorkeur. We kunnen open term aansluiten, dus je kunt een bestaande open term thermostaat aansluiten op de Elga Ace. Of je kunt een aan-uit optie kiezen. En dat kan een aan-uit thermostaat zijn, maar dat zou bijvoorbeeld ook een aan-uit contact van een zonregeling kunnen zijn of een individuele regeling per vertrek. Dat is echt de kant van de thermostaat. Die staat los van wat er gebeurt tussen de ketel en tussen de Elga in. Dus je kunt prima zeggen van, ik heb een Airbus e-twist thermostaat hangen en ik ga mijn ketel via open term sturen. Die zijn niet met elkaar verbonden. Dus je kunt dat van elkaar loszien. Je zou het zelfs zo kunnen maken dat je zegt, ik heb een aan-uitcontact vanaf mijn thermostaat, maar ik wil toch mijn ketel via open term sturen. Dat kan. Andersom kan uiteraard ook. Je kunt ook zeggen, ik heb een open term thermostaat en mijn ketel kan geen open term aan, dus daar kies ik bijvoorbeeld voor aan-uit schakeling. Dus die variaties zijn allemaal mogelijk. Zoals gezegd, de Airbus, de e-twist heeft de voorkeur en het open term sturing tussen de Elga en de ketel hebben de voorkeur. Dan wat verder inzoomend op die manieren van regelen, hebben we hier een optie voor een weersafhankelijke basis. Die is er altijd. En vandaar ook dat die buitenvoerder eraan moet hangen. De Elga is standaard dus voorzien van een buitenvoerder en van een stooklijn. Daarop volgend kun je dan ervoor kiezen om bijvoorbeeld die e-twist aan te sluiten. Die e-twist zorgt ervoor dat als het binnen wat te koud is of te warm is, dat je stooklijn gecorrigeerd wordt. Dus die schuift wat naar boven of naar beneden. En dat zorgt er dus voor dat je altijd op de juiste en nooit een te hoge watertemperatuur stookt. Je kunt hem op afstand instellen, je kunt er klokprogramma's in zetten, er hoort een appje bij. Het is voor verwarmen en koelen geschikt. Dus het is eigenlijk de meest uitgebreide optie die voor de meest nauwkeurige regeling zorgt en ook voor de beste besparing zal zorgen. De andere optie is open term.
En ja, daar staat één hele belangrijke disclaimer in, om het maar zo te zeggen. Het is de middelste bullet. Het gedrag van de LHE's is afhankelijk van hoe goed jouw thermostaat kan regelen. En het nadeel is dat we van niet heel veel thermostaten exact weten hoe ze regelen en hoe ze dat met de LHE zouden doen. LHE luistert namelijk naar de watertemperatuur, de gewenste watertemperatuur die de thermostaat aangeeft. Dus als je een thermostaat selecteert die wel open term spreekt, maar die zegt, nou, als er warmtevraag is, stuur ik een vraag van 70 graden en als er geen warmtevraag is, stuur ik 10 graden. Ja, dan betekent dat dat je LHE eigenlijk niet zo heel veel regelt. Die kan niet moduleren, want ja, die zegt, ik moet gewoon 70 graden maken, want dat is wat de thermostaat zegt. Veel thermostaten van Honeywell, bijvoorbeeld de Touch Modulation zoals je hem hier ziet, of de Round Heat Cool. Ja, dat zijn thermostaten die over het algemeen een vrij goed regelprotocol hebben en ook niet te snel een hele hoge aanvoertemperatuur of gewenste aanvoertemperatuur zullen sturen. De T6 Lyric die op dit moment veel gebruikt wordt is een thermostaat die dat ook goed kan. Van heel veel andere thermostaten hebben we dat inzicht niet heel goed. En zal het dus of trial and error zijn of zal dat van tevoren goed uitgezocht moeten worden. Belangrijk ook, als je wilt koelen, moet je ook een thermostaat kiezen die via OpenTherm kan koelen. Anders wordt het wat lastig. De derde optie is de aan-uit-thermostaat. De aan-uit-thermostaat zorgt er eigenlijk voor dat er of warmtevraag of koude vraag wordt aangegeven. Vooral verwarmingsvraag is de bedoeling. En als je dan die warmtevraag hebt aangegeven met de thermostaat, dan gaat dus de LHE's weersafhankelijk stoken. Want hij heeft nog steeds die buitenvoeler en hij heeft nog steeds een weersafhankelijke regeling. Dus warmtevraag zorgt er alleen maar voor dat hij zijn stooklijn gaat volgen. Dit werkt dus net wat anders dan bij de open-term thermostaat, waar dus niet alleen een warmtevraagsignaal wordt gegeven, maar ook een watertemperatuur mee wordt meegestuurd. Ja, wat raden we dan aan? Zoals gezegd, het liefste dat er met de e-twist gewerkt wordt, maar we hebben wel gezegd van ja, als je met radiatoren werkt, zijn er eigenlijk twee opties. En radiatoren of radiatoren met vloerverwarming zijn de twee opties. Dan zeggen we eigenlijk, zet alsjeblieft je stooklijn op 1.5 in combinatie met de e-twist. Heb je een aan-uit-thermostaat, zet dan alsjeblieft je stooklijn iets hoger, om er zeker van te zijn dat je altijd voldoende warmte kunt leveren. Dat is stooklijn 1.7, dat is eigenlijk wat deze grafiek zegt. Werk je met alleen maar vloerverwarming, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of je de Airbus of een aan-uitcontact gebruikt als thermostaat. En dan adviseren we een stooklijn van 0.7. Uiteraard is een en ander afhankelijk van het systeem wat je kiest en de woning en dat soort zaken. Maar dit zijn gemiddeld genomen de juiste instelling. Om in ieder geval mee te beginnen en later wellicht nog wat fine-tunen. Het elektrisch aansluiten, want ja, we hebben het nu vooal gehad eigenlijk over de ontwerpkant. Hè? Van wat voor thermostaten selecteer je, hoe maak je de verbinding met de ketel. Maar hoe maak je nou echt fysiek die verbinding? Want ja, daar komt het uiteindelijk natuurlijk wel op neer als je de LHE gaat installeren. Nou, als je de kap eraf haalt, dan zie je zoals je hier links ziet, eerst een deurtje met het display en alle printplaten van de LHE's. En de belangrijkste twee zitten voor het aansluiten in ieder geval linksbovenin. En rechtsbovenin, sorry. De rechterprint is eigenlijk de hoofdprintplaat. Die zullen jullie wellicht, als jullie meer Remea-toestellen installeren, wel herkennen. Het is het ACE-platform van Remea en daar zitten de standaard aansluitingen op. We zoomen daar zo meteen nog wat verder op in, met wat tekeningen en hoe dan, wat dan en waar dan zit. Dat deurtje dat kan open en daarachter zie je de andere onderdelen van de LHE zitten. Dus onder andere circulatiepompen, druksensor, temperatuursensoren, dat soort zaken, die zitten er allemaal achter. Maar voor het aansluiten kan het deurtje dicht blijven, in ieder geval voor het elektrische aansluiten. Hebben we aan de onderkant netjes een sleuf gemaakt om je kabels van bijvoorbeeld je buitenvoeler en je thermostaat en dat soort zaken kun je daar invoeren. En achterlangs het deurtje naar het gaatje een ronde gat bovenin brengen, om ervoor te zorgen dat dat netjes allemaal geleid zit en niet rond gaat zwerven in je toestel. Als je dat helemaal doorgevoerd hebt, dan kom je eigenlijk bij die twee printen uit zoals we ze net zagen. De EAC07 print is de hoofdprint van de LHE en de CB12 print is de print waar de ketel eigenlijk op aangesloten moet worden. Dat zie je hier ook terug. De rode lijnen met ABC, dat is aan-uit, open term of 0 tot 10 volt voor de ketel. De grijze lijn is de buitenvoeler en de groene lijn is de ruimtethermostaat. En dat kan dus of de e-twist zijn, of een open term, of een aan- en uitverbinding. En dat maakt niet uit, dat wordt op hetzelfde stekkertje aangesloten.
Nou, welke stekkers zijn dat dan? Ingezoomd op de EHC-07-print zit aan de linkerkant, zie je onder andere de groene stekker zitten voor de Airbus. En daar wordt dus de thermostaat aangesloten. Dus of de e-twist, of de open-term thermostaat, of de aan-uit contact voor verwarmen. En net daaronder zit T-out, de outdoor temperature, oftewel de buitentemperatuurvoeler. Die wordt daar met twee aders aangesloten. Andere printje is de CB12-print. En daar wordt de ketel aangesloten. Dus we hadden net de thermostaat en de buitenvoeler. Nu gaan we naar de ketel toe, dus eigenlijk weer de uitgang van de Elga. En daar hebben we een aantal contacten voor opgenomen. Degene die het meest zult gebruiken zijn de X5 en het X2-contact. Het aan-uit-contact voor de ketel of het X2-contact voor open term, waarbij X2 uiteraard dan de voorkeur heeft. Ieder zijn eigen klemmetje. De Elga zal ook proberen te herkennen of die bijvoorbeeld een open term ketel ziet. En dan kiest hij zelf of voor open term. Als hij dat niet ziet, gebruikt ze aan-uit contact en gaat hij er dus vanuit dat dat aan-uit is. Overige elektrische aansluitingen zijn er uiteraard ook nog wel. Als je wil dat je Elga gaat draaien, dan is het wel handig dat hij ook een voedingsspanning heeft. En de Elga is 4, de kleine Elga, die mag gewoon in stopcontact. Voor de Elga Ace 6, de grotere, die trekt maximaal 13 ampère. Willen we heel graag een toegewezen of een eigen groep hebben met ook een werkschakelaar of een automaat bij de warmtepomp. Om ervoor te zorgen dat die of permanent bekabeld is of in ieder geval veilig spanningsloos geschakeld kan worden bij het toestel zelf, zonder dat daar een stekker aan vast zit. Je zult ook zien dat als je een binnenunit van een Elga Ace 4 uitpakt, dat daar een stekker aan vast zit. En bij een Elga Ace 6 zit er wel een kabel aan, maar geen stekker om in stopcontact te steken, want die moet hard bedraad worden. Tussen de binnen- en de buitenunit komt ook een kabel te liggen. Dat is een vieraderige kabel, dus geen drieaderige, maar een vieraderige kabel. Want dat is fase 0 en aarde, plus een communicatieader. En daar moet bij de buitenunit moet er een werkschakelaar geïnstalleerd worden. Dat moet niet per se van ons, van Remea, bij voorkeur wel uiteraard. Maar dat moet van de NEN 1010, die schrijft dat voor om veilig te kunnen werken. Hoe sluit je dan de binnenunit aan? Links aan de bovenkant van de Elga Ace binnenunit zit een doorvoertule voor een kabel. Daar voer je de voedingskabel in en linksbovenin zie je ook een blokje getekend met de aansluitklem. Fase 0 aan aarde, bruin, blauw en groen-geel. En helemaal links in beeld zie je een zwarte ader zitten, die zit op S3. Dat is de communicatieader die naar de buitenunit gaat en dus zorgt ervoor dat de buitenunit juist wordt aangestuurd. Andere aansluiting, de laatste elektrische aansluiting waar we het in ieder geval zo met het, nog eventjes over hebben, is de antenneaansluiting. Van de Elga Ace achter het display zit een printje om de Elga online te kunnen krijgen en hem bijvoorbeeld een melding te laten doen als je een storing hebt. En daarmee kan bijvoorbeeld de instructeur een melding via e-mail krijgen van hey, deze Elga heeft een storing, daar moet wat mee gebeuren, nog voordat de bewoner überhaupt weet dat er wat aan de hand is. Die antenne moet uiteraard wel bereik hebben. Als je hem in de metalen behuizing laat zitten, dan heb je een kooi van Faraday en dan doet de ontvangst het niet zo goed. Dus die moet even buiten het toestel gebracht worden, opgehangen worden. Hij hoeft niet per se naar buiten de woning gebracht te worden, maar zorg ervoor dat hij in ieder geval buiten het toestel zit. Aandachtspunten verder, met name voor het afgiftsysteem, zijn volumestroom en systeeminhoud. En daar wil ik jullie wat meer over toelichten en wat verder in meenemen. Beginnend bij de volumestroom. Om ervoor te zorgen dat je niet te grote temperatuurverschillen krijgt en ervoor zorgt dat je warmte en koude blijft afvoeren, moet je ervoor zorgen dat je minimale flow hebt. Bij de Elga staat het minimum ingesteld voor zowel de 4 als de 6 op 7 liter per minuut. Dat is 420 liter per uur, ongeveer 0,4 kuub per uur. En dat moet je ervoor zorgen dat dat dus altijd beschikbaar is. Als je radiatoren dicht gaat draaien of vloeiverwarmingsgroepen dicht gaat zetten, dan zou het kunnen betekenen dat je het systeem zo ver knijpt dat dat pompje niet meer die flow kan leveren. En dan krijg je dus een storingsmelding. Aanvankelijk alleen een melding in het display, later gaat de Elga ook echt uit. Stop dus de warmtelevering en dat levert het nodige klachten in comfort op, zoals je wellicht kunt voorspellen. Dus zorg ervoor dat je voldoende flow hebt en een van de manieren daarvoor is een bypass te installeren. Dus als je ziet dat er groepen geknepen kunnen worden of dichtlopen, om wat voor reden dan ook, en je houdt daardoor onvoldoende volumestroom over, dan is een bypass daarvoor een oplossing. Andere oplossing daarvoor zou kunnen zijn om een buffervat te installeren, en dan wel een parallel buffervat. Daar komen we zo meteen nog eventjes op over parallel en serieel, wat de verschillen zijn, maar een buffervat kan daar ook een oplossing voor zijn.
Het buffervat zorgt ook voor minimale vrije systeeminhoud. Wederom, als je radiatoren bijvoorbeeld gaat knijpen met thermostaatkranen of je gaat vloerverwarming voorzien van een eigen zonneregeling of een eigen regeling per vertrek, ja, dan zorg je ervoor dat er groepen dicht kunnen lopen, ondanks dat misschien de LGA nog aan het draaien is. Of belangrijker, misschien wel aan het ontdooien is. Als het buiten kouder wordt, dan kan het zijn dat de buitenunit invriest. En om die buitenunit te ontdooien, wordt er eventjes wat warmte uit de binneninstallatie gehaald en naar de buitenunit toegebracht, om ervoor te zorgen dat het ijs smelt. Dat betekent dus wel dat je warmte uit je installatie haalt. En ja, als dan bijvoorbeeld al je radiatoren dichtstaan, of er staat te weinig inhoud beschikbaar voor de LGA binnenunit, ja, dan kan het zijn dat die binnenunit bevriest. En dat wil je niet, want dat betekent dat ja, ijs zet uit en dan scheurt je warmtewisselaar. Tenminste, zou kunnen gebeuren. Het is niet gezegd dat het gelijk gebeurt, maar het zou wel kunnen gebeuren. En dan heb je dus 30, 40 bar koude middeldruk je cv-leiding in. Nou, dat kun je iets bij voorstellen als je overstort al open gaat bij 3 bar. Wat er gebeurt als je daar 20 of 30 bar op zet. Dat geeft een hoop herrie en een hoop ellende, dus dat wil je voorkomen. En dat kan dus door gewoon voldoende systeeminhoud te zorgen. Voldoende systeeminhoud kun je ook zoeken in het afgridsysteem zelf. Dus dat hoeft niet per se een buffervat te zijn, dat kun je ook zoeken in het afgridsysteem zelf. Bijvoorbeeld in je vloerverwarmingsgroepen. Een voorbeeldje genomen van 16 mm slangen. In een groep van 100 meter zit dus ook ongeveer 113 liter. Betekent dat als zit 11,3 liter. Dus als je 2 groepen openzet, heb je al 20 liter sowieso wel snel beschikbaar. Zet je 3 groepen open, dan heb je 30 liter beschikbaar. En dat is dus voor de LGA 4 en de LGA 6 is dat afdoende. Zoek je dat in radiatoren. Radiatoren hebben wat minder massa om zich heen. Dat zijn natuurlijk stalen onderdelen. Terwijl bij vloerverwarming, ja, daar zit een hele betonmassa omheen. Dan gaan we naar wat meer inhoud. Dus daar hebben we 30 en 45 liter nodig. Ga je alle groepen dichtzetten, hè, dus ga je zonneregeling of regelingen per vertrek toepassen, dan willen we eigenlijk zorgen dat je dat in een bufferinhoud zoekt. Oftewel een serieel buffer, dus als je ergens een bypass plaatst, dan kun je bijvoorbeeld in de retour een buffer opnemen. Voordeurs, lage kosten, 1 pomp, de voordelen staan hier. Ga je naar een parallel buffervat, ja, dan heb je een extra afgiftepomp nodig. Het zorgt wel voor een wat zekerder systeem, het is wat duurder. Het is net allemaal wat flexibeler, maar vaak zien we bij de LGE's dat het wat goedkopere installaties zijn, investeringen wat lager zijn en dat er vaak voor een serieel buffervat gekozen wordt. Is ook een prima oplossing en is geen probleem, kan gewoon hartstikke goed. Gaan we naar de hydraulische en koude technische aansluitingen van het toestel, dan hebben we daar vooral gekozen voor eenvoud en snelheid. We merkten bij de vorige LGA dat bijvoorbeeld kiezen tussen parallel of serieel aansluiten nog wel eens tot problemen leidde. En dat ook ontluchting niet automatisch gebeurde. Nou, dat hebben we in dit toestel allemaal opgelost. We hebben gekozen voor seriële aansluiting. En dat maakt het mogelijk dat we direct het open verdelen hebben ingebouwd in het toestel. We hebben de sensoren ingebouwd in het toestel. Je hebt geen terugslagkleppen meer nodig. En we hebben gelijk ook een automatische ontluchting ingebouwd, zodat dat ook niet direct meer een probleem zou zijn. Hoe sluit je dat dan aan? Nou, dat gebeurt als volgt. Op het plaatje rechtsonder zie je hoe de ketel gekoppeld is aan de 2 leidingen van de LGA. Dus de oranje leiding is eigenlijk de retourleiding van de ketel. Gaat dus de LGA uit en gaat naar de ketel toe. En de rode leiding komt terug van de ketel en gaat weer de LGA in. Die wordt dus aangesloten op die openverdeler. En op het bovenste plaatje, daar zie je eigenlijk de aansluiting van het afgridsysteem. Hier wederom met een naregeling en een bypass en een buffer in de retour. Maar je ziet de retourleiding blauw gaat de LGA in. En de rode leiding, dit is eigenlijk de warmte die de condenser uitkomt, of de warmte die de ketel heeft toegevoerd, nog als extra, die gaat richting je afgiftsysteem. Dus je sluit zowel de ketel als het afgiftsysteem aan op de LGA. Als dat helemaal gebeurd is, dan moet je uiteraard vullen, ontluchten, nog een keertje bijvullen en zorgen dat dus als alle lucht eruit is, je ongeveer 1,5 à 2 bar in koude toestand gevuld hebt. En dan kun je naar de koude middelaansluitingen toe. En dat is wel een aandachtspuntje, want de oude LGA gebruikt de R410A als koude middel, maar ook daar wordt een verduurzamingsslag gemaakt. En de nieuwe LGA ACE heeft dus R32 als koude middel gekregen. Dat betekent dat we werken met een brandbaar koude middel. Categorie is A2L. Dat betekent dat het licht toxisch is en licht brandbaar is. Nog niet zo erg als bijvoorbeeld een propaan of een propeen, maar wel iets om rekening mee te houden als je ermee gaat werken. Ook als je de binnenunit gaat installeren. Je moet daar een minimaal ruimtevolume hebben. En als we rekening houden met
Nou, een opstelhoogte van ongeveer een meter. Dat is zeg maar ongeveer net boven je heup. Tenminste bij mij. Ik ben 1,80 meter. Dat betekent dat je ongeveer 2 vierkante meter of 6 vierkante meter beschikbaar moet hebben aan vrij vloeroppervlak. Of in ieder geval ruimte onder de binnenunit. Om ja, als er een koude middellekkage zit, een minimaal aan brandgevaar of toxiciteitsgevaar te creëren. Hang je de LH binnenunit lager op, dus ga je voor bijvoorbeeld 60 centimeter hoogte. Dat betekent dat je oppervlakte veel groter moet zijn. Dat gaat bijna kwadratisch. Zoals je al ziet, dan ga je naar 5,5 vierkante meter voor de LGS4 en ruim 16 vierkante meter voor de LGS6. Dat is aanzienlijk. Als je de binnenunit hebt opgehangen, als je hem geleverd krijgt, dan is die voorgevuld met stikstof. Dus we hebben er een overdruk op gezet. Dus als je dat gaat verwijderen, zorg ervoor dat je het rustig leeg laat lopen en niet gelijk de dop er helemaal afdraait. Want dan kon hij wel eens wegschieten, levert weer een gevaarlijke situatie op. Als je erachter komt dat hij niet meer gevuld is, dus als je hem wilt ontluchten, ontstikstoffen, dan moet je ervoor zorgen dat je even een melding maakt. Want dan zou het kunnen zijn dat je bijvoorbeeld tijdens transport lekkage op heeft gelopen. Ja, en het is F-gassen, dus het moet allemaal of netjes gesoldeerd worden of geflared. En ja, hennep toepassen in dit soort koppelingen is echt uit den boze. Dit is een fotootje van hoe we het helaas af en toe ook nog eens in het veld tegenkomen. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Dit zijn F-gassen werkzaamheden. R32 is ook echt een F-gas, zit nog steeds fluoride in. En moet gewoon door een gecertificeerd installateur gedaan worden. Wat andere koude middeleigenschappen, de aansluitdiameter staan hier op een rijtje. En hou er rekening mee, de LH buitenunit is voorgevuld voor een leidingtoepassing van of maximaal 7 meter of maximaal 10 meter. Dus dat betekent dat dat de voorvulling is. Je kunt wel naar grotere lengtes toe. Bij de LGS4 mag je tot maximaal 20 meter en bij de LGS6 mag je tot maximaal 30 meter. Maar dat betekent dat je moet bijvullen. Dus je zult dan wat koude middel per meter extra zul je wat bij moeten vullen. In het tabelletje staan ook de hoogteverschillen die je maximaal mag overbruggen en de maximale leidinglengtes die verder voorkomen. Aandachtspunt van de plaats van de buitenunit. De mensen die al LGAS geplaatst hebben, die zullen dat allemaal wel weten. En je zult ervoor moeten zorgen dat die buitenunit zijn lucht goed kan verplaatsen. Dat betekent enerzijds dat hij geen obstakels moet hebben bij het uitblazen. Anderzijds moet hij er ook voor zorgen dat er geen tegenwind is. Dus als je de LGA altijd in zuidwestelijke richting laat uitblazen, ja, dan kan het heel goed zijn dat als het een keertje goed waait vanuit zuidwestelijke richting, dat hij zoveel tegenwind heeft dat hij bijvoorbeeld dreigt te bevriezen. Geluid is een aandachtspunt. Er wordt wetgeving op dit moment gevormd. Dus dat zal steeds belangrijker worden dat je niet te veel geluid voor de bewoners zelf creëert, maar ook niet naar de omgeving toe. Je moet de condensafvoer goed kwijt kunnen. De meeste LH's zullen rond het vriespunt waarschijnlijk wel uitgaan omdat het goedkoper wordt om op gas te stoken. Maar ja, wat als gas over 2 jaar 25-30% duurder is? Ja, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat de LH langer doordraait en dat hij dus ook bij vorst nog steeds staat te draaien. En dan zijn smeltwater goed kwijt moet kunnen zonder dat dat gevaar oplevert. En uiteraard moet het toestel bereikbaar zijn voor service en onderhoud. Hier wat plaatjes vanuit de handleiding, hoeveel ruimte je dan moet houden als je ervan uitgaat dat er vlakken omheen zitten. Dus als er een muurtje achter zit, een muurtje aan de zijkant, een afdakking aan de bovenkant en dat soort zaken, staan hier de minimale afstanden die je moet hanteren. En qua geluid, massa dempt geluid. Dat zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk gebruik maakt van een zware, massale ondergrond die ervoor zorgt dat je trillingen zo min mogelijk constructie en je huis ingaan. En ervoor zorgen dat dat gedempt wordt. Heb je uiteraard ook speciale trillingdempers voor. En als de omgeving last kan hebben van je geluid, ja, dan hebben we daar uiteraard ook andere voorzieningen voor. Dan zou je kunnen overwegen om bijvoorbeeld een geluidskap over de buitenunit heen te zetten of andere afscherming. Hou daarbij wel rekening mee dat uiteraard die luchtstroom die door je buitenunit heen moet, dat die wel vrij kan stromen. Dus gewoon een hokje eromheen timmeren, dat is geen optie. Hier wat voorbeeldjes van hoe buitenunits staan, netjes met de werkschakelaar erbij, om hem ook spanningsloos te kunnen maken. Bij voorkeur niet aan de buitenunit zelf, want anders wordt het een beetje lastig dat als een keertje afgekoppeld moet worden om dat spanningsloos te doen. En hier staat onder andere ook het smeltwater nog een keertje als aandachtspunt afgebeeld. Verdere aandachtspunten bij de buitenunit, de kap aan de zijkant, daar zitten en de koude middelaansluitingen achter en de elektrische aansluitingen. En hier zie je nog een keer ook de kabelverbinding tussen de binnen- en de buitenunit, de fase 0 aarde en S3 als optie.
De buitenunit zelf heeft ook alleen die vier aansluitingen om ervoor te zorgen dat dat niet zo snel tot vergissingen zal leiden. Maar je gebruikt daar in ieder geval de vier rechte aansluitingen en houdt de juiste volgorde aan. Bij voorkeur werk met kabels met kleurtjes, want dat is het makkelijkst herkenbaar. En zorg anders dat je ze alsjeblieft goed labelt om ervoor te zorgen dat je daar niet in verwarring raakt, zullen we maar zeggen. Laatste stapje bij het installeren. En niet vergeten, je werkt met een brandbaar koudemiddel. Ik kan dat eigenlijk niet vaak genoeg zeggen. En als laatste, als je gaat klaar bent met installeren, vergeet ook niet eventjes een foto of een notitie te maken van bijvoorbeeld het serienummer van de buitenunit. Want als je achteraf weer het dak op moet omdat je dat vergeten bent, maar het wordt wel gevraagd om het te registreren. Ja, dat is niet heel handig. Gaan we over naar de inbedrijfstelling. Eigenlijk de laatste stap van het totale installatieproces. En ja, dat hebben we ook geprobeerd zo makkelijk mogelijk te maken. Dus je kunt netjes een checklist volgen. Met nog een keertje controleren of alles lekdicht is. Of alles goed is aangesloten. Noem het allemaal maar op. Daar helpen we je bij. Dat hebben we onder andere ook in de app zitten. Maar je kunt dat ook netjes in de handleiding volgen. En een aantal bijzonderheden of een aantal aandachtspunten die je in ieder geval in de gaten moet houden. Is bijvoorbeeld dat als het buiten helemaal koud is en het water is nog koud in je installatie. Dat het heel waarschijnlijk is dat eerst je ketel aangaat. De buitenunit gaat pas aan als je watertemperatuur boven de 20 graden ligt. Als het water te warm is, dus als je cv-installatie om wat voor reden dan ook nog 55 of 60 graden is. Ja, dan kan de LGA niks meer toevoegen. Het warmtepompdeel doet niks meer. Dus dan zal ook gelijk de ketel inkomen als je zegt dat je warmtevraag creëert. We hebben in de LGA-regeling zit een testprogramma waarbij je of de circulatiepompen kunt laten draaien, of alleen de LGA of de LGA gecombineerd met de ketel of zelfs koelmodus kunt testen. Dat kun je allemaal op het bedieningsdisplay zelf regelen. En dat hebben we geprobeerd wederom weer zo makkelijk en zo snel en zo eenvoudig mogelijk te maken. Dus mensen die het Remea-product kennen en het ACE-platform kennen, die zullen de parameters en de structuur van de regeling goed herkennen. We hebben er wel voor gezorgd dat we een nieuw display hebben, met een draai- en een drukknop en een carouselmenu eigenlijk. Je ziet het meest rechter plaatje, zie je een deel van het carousel staan. Ja, daar kun je makkelijk de menustructuur mee in en de menustructuur is ook echt in woorden. Dus je hoeft niet per se met parameters of parameternummers te werken om die structuur makkelijk door te hebben. Voor mensen die wel gewend zijn om met de Remea parameters te werken, hebben we een makkelijke zoekfunctie toegevoegd. Dat als je het parameternummer weet, dat je hem ook vrij snel kunt vinden. Dat helpt je om snel bij zaken te komen. Voor de mensen die het niet weten, de installateurscode van het Remea toestel, in ieder geval van de LGA ACE, is 0012, om het installateursniveau en dus meer parameters beschikbaar te krijgen. En ja, als je het dan echt makkelijk wil hebben, dan download je een appje. Tenminste voor de mensen die smartphones gebruiken, of Apple of Android, is de Remea Smart Start app straks beschikbaar. En die maakt verbinding met je LGA ACE. Dat doet hij via Bluetooth. Dat staat standaard aan in iedere LGA. Dus die kun je, als je bij een LGA staat, kun je die vinden. En dat helpt je onder andere bijvoorbeeld bij, een vorige configuratie laden. Als je die handig hebt opgeslagen en je gaat naar de buren toe en je hebt daar ook een LGA geïnstalleerd met hetzelfde afgiftsysteem, dezelfde configuratie, dan wordt het heel makkelijk om te zeggen, weet je wat, gebruik die configuratie maar en kopieer hem maar en gebruik hem nog maar een keer. Heb je dat niet, ga je een nieuwe configuratie installeren, dan kun je onder andere voor type afgiftsysteem kiezen. Daar worden dan ook gelijk de keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld de stooklijn die je kunt instellen. Daar worden als standaard suggesties gedaan, worden tips gegeven, maar je kunt er uiteraard ook veranderen in aanbrengen als je dat graag wilt. Je kiest voor een LGA 4 of een LGA 6, dus je geeft aan wat voor type je hebt hangen. En je kunt zeggen op basis van wat je de hybride modus wilt instellen. Dus of je voor kostenbesparing gaat, of juist voor CO2-besparing, of dat je helemaal geen hybride modus wilt aanzetten, dat kan ook. Je kunt ook zeggen van de LGA mag gewoon altijd draaien als het kan. En als laatste, voordat je eigenlijk naar de inbedrijfstelling toe gaat, kun je ook nog testen. Voordat je oplevert en voordat je hem in gebruik achterlaat. Je kunt verschillende testmodussen, zoals ik ze net al noemde, activeren. Dat kan ook in de app. Dus dat kan met het bedieningsdisplay op de LGA zelf, maar dat kan ook via je telefoon of je tablet. Tijdens het testen zie je dan ook een heel lijstje met temperaturen. Er staan hier maar drie in beeld, maar normaal gesproken kun je scrollen in dat menutje. Ze staan hier nog in het Engels, komt uiteraard een Nederlandse versie van. Die is nog niet helemaal gereed, maar dat zit eraan te komen. Het zal niet lang meer duren. En je kunt dus als installateur zeggen, deze testfase is akkoord. Ik wil graag naar de volgende testfase toe. En zo kun je alle functies van de LGA kun je testen terwijl je erbij staat en dat met je toestel
controleert en in de gaten houdt. En als laatste kun je dan vervolgens een installatierapport naar jezelf sturen en je kunt de configuratie opslaan. Dus het installatierapport geeft onder andere een aantal instellingen van parameters weer met parameternummers en de waarden die je daaraan gegeven hebt. En geeft je een goede basis voor bijvoorbeeld een garantiecertificaat of iets dergelijks om een verdere registratie. Nadat je klaar bent met de app is het wel goed om een aantal zaken te controleren. Bijvoorbeeld of het ontwerpdebiet wel klopt met wat je echt wilt. Het nominale debiet is standaard ingesteld. Of je bijvoorbeeld een e-twist hebt en dus de ruimteinvloed nog wat wil verstellen, dat kan allemaal. Maar het zijn zaken die aanvullend zijn ten opzichte van de standaard in bedrijfsstelling. Hoeft dus niet altijd te gebeuren, maar het is wel goed voor jezelf om deze zaken even te controleren. En bijvoorbeeld ook als je met regelingen per vertrek gaat werken of wil gaan koelen met de Elga, dan zijn dat zaken die niet standaard in de app zitten en wellicht nog even wat aandacht verdienen om dat goed in te stellen en af te stellen op de situatie die je zelf hebt of in ieder geval die je klant heeft. En als het toestel helemaal draait, dan zijn dit vaak zaken die net even vergeten worden. En ook dat hebben we geprobeerd weer zo makkelijk en eenvoudig en snel mogelijk te maken. We hebben een smart scan app om het toestel te registreren. Dan kun je op basis van de streepjescode van het toestel kun je zorgen dat je je toestel registreert. En we hebben beheer op afstand gemaakt, zoals ik net al zeiden, in verband met die antenne die het toestel heeft. Zodat op afstand een melding gemaakt kan worden als je een storing hebt. En dan is uiteindelijk je installatie dus helemaal afgerond. Je hebt in bedrijf gesteld, je hebt alle leidingen goed aangesloten, alles elektrisch goed aangesloten. Handig om de bewoner nog even te vertellen hoe ze om moeten gaan met bijvoorbeeld hun thermostaat als die nieuw is. Maar verder raden vaak mensen aan om te blijven doen wat ze altijd deden. Want als de situatie verder niet veranderd is, levert dat vaak het beste resultaat op. Ik geef nu graag weer het woord aan Rick om jullie nog even een korte samenvatting te geven en nog een paar kleine dingen te melden. En wil ik je in ieder geval bedanken voor de aandacht. Graag tot spreeks. Ja, Marijn, dankjewel voor deze uiteenzetting. Echt weer fascinerend om te zien hoeveel techniek er toch niet past in zo'n warmtepomp met de afmeting van een vrij forse schoenendoos. Ik vind het echt geweldig om hier getuige van te zijn. Nog even, waar heeft Marijn het over gehad? Nou, we zijn begonnen met te melden dat vrijwel elke woning geschikt is om daar een hybride warmtepomp in te installeren. Dat komt onder andere door die kleine afmetingen waar ik het net al over had. Het voordeel voor de klant is dat hij warmte heeft tegen de laagste energiekosten. Dat is wel met de huidige energieprijzen, maar naar de toekomst toe zal het waarschijnlijk alleen nog maar gunstiger worden. Eenvoudig en snel te installeren zonder dat de hele woning verbouwd hoeft te worden. Altijd een optimale inzet, omdat de warmtepomp kijkt naar hoe hij het beste ingezet kan worden en op welke momenten als beste de ketel bijgeschakeld kunnen worden. En natuurlijk een vertrouwd merk met voldoende onderdelen beschikbaar, voldoende accessoires beschikbaar en een vertrouwde organisatie achter die Elga Ace. Tijdens de presentatie zijn een aantal polls voorbijgekomen. Ik heb erin gezien dat ongeveer de helft van u al ervaring heeft met de Elga of andere hybride warmtepompen en de andere helft nog niet. En ik hoop natuurlijk dat de helft die nog geen ervaring heeft, die wel op korte termijn gaat opbouwen. Een paar woorden erover, want wat mij dan opvalt is dat er eigenlijk heel veel kansen zijn als u zich met die Elga gaat bezighouden. Want realiseert u zich even, als u nu in die markt zit van enkel ketels zonder warmtepompen, dan zit u in een markt van klanten die een probleempje hebben met hun verwarmingsketel. Het ding is oud, hij moet vervangen worden. Of er is een storing die niet verholpen kan worden. Maar iedereen die een nieuwe ketel wil, die heeft een probleem met zijn huidige ketel, anders zou die geen contact met u zoeken. Die andere helft, die dus al Elga's installeert, die zit in de markt van mensen die nog een prima ketel hebben waarschijnlijk. En die markt is vele malen groter. Bovendien zag ik ook in die polls dat heel veel installateurs die een Elga plaatsen, daar ook nog eens een ketel bij verkopen in veel gevallen. Dat hoeft niet. Als de ketel nog prima is, dan is het ook een heel goed idee om die vooral te laten hangen. Maar in sommige gevallen is het wel slim om die ketel er wel bij te plaatsen, zodat alles nieuw is. Dat betekent dus extra omzet, niet alleen de warmtepomp, maar ook de ketel, maar denk ook even aan het onderhoud wat daarbij komt kijken, wat leidt tot een veel duurzamere toekomst, niet alleen voor die klant en voor de BV Nederland, maar ook voor u als installateur. Nou, moet u dat dan alleen doen? Nee, als Remea staan wij heel graag achter u. Wij bieden u ook de kans om een zogenaamde hybrid hero te worden. Daarmee bent u een soort ambassadeur van de Elga Ace, waarbij wij u helpen met de benodigde kennis om een Elga te kunnen installeren. En waarbij u van ons ook mag verwachten dat u bijvoorbeeld leads krijgt van mensen die zich bij ons melden en interesse hebben in een duurzame
LHE's hybride warmtepomp. Wij verwachten dat u op den duur dan zelfstandig een klant kan adviseren, een goed product kan selecteren, het product kan installeren en ook onderhouden. Wat doen wij dus? We bieden tools en ondersteuning. Je mag ook gebruik maken van bijvoorbeeld de Elga calculatietool op uw eigen website, maar ook met uw eigen bedrijfslogo daarbij. Wij kunnen leads met u delen. Wij houden u op de hoogte van alles wat speelt omtrent de LHE's. Wij willen ook heel graag van u leren wat u denkt dat verbeterd kan worden aan onze producten. En u krijgt korting op trainingen die u bij ons kan volgen betreffende de LHE's. Om daar meer van te weten, u kunt zich aanmelden via de link die u nu in beeld ziet. Remea.nl/hybridhero. Daar vindt u ook meer informatie over het complete programma. En u kunt zich, zoals gezegd, ook daar aanmelden. Ik wil u heel erg bedanken voor uw aanwezigheid op dit webinar. U krijgt de presentatie thuis toegestuurd per e-mail. Ook een link naar een YouTube-kanaal zal worden verstuurd, zodat u dit nog een keer terug kan kijken. Niet alleen dit webinar, maar ook het vorige webinar, wat vorige week gegeven is. Zodat u op uw gemak nog eens een keer dat na kan kijken en wellicht ook kan delen met uw collega's. Nogmaals, heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Ik hoop u digitaal of face-to-face weer heel snel terug te zien. En ik wens u nog een hele mooie dag en vooral blijf gezond. Dank u.